In het Centrum voor Volwassen Onderwijs in Vilvoorde was het gisteren feest voor een wel heel bijzondere cursiste, Marie-Louise Fronings. De Vilvoordse Marie-Louise, of Malou, vierde samen met Zina haar 80ste verjaardag. En op je 80ste nog de moed hebben om Spaans te studeren, dat verdient een bloemetje. Felices cumpleaños. Muchas gracias, señora. ¿Y por qué estudias español? Ah, para conocer la lengua. Y me gusta mucho. Puedes hablar con los otros gente que están en Vilvoorde. Este año voy con mi hija en España durante 3 semanas. En heb je dan Spaanse vrienden hier in Vilvoorde? In Vilvoorde, ja, spijtig genoeg. Het is een Spaanse van een geboorte. Maar voor mijn lessen te verbeteren moet ik bij jou niet gaan, want ze kan niet schrijven. Het is tof dat ze hier zo feest vieren voor jou. Wel, het was werkelijk een verrassing. Ik heb nooit niet gedacht dat zoiets zou kunnen hebben. In de klas, ja, als er een verjaardag is, dan doen we wel een keer iets. Maar nu, feitelijk, had ik toch niet gedacht dat er zoiets vandaag zou gebeurd zijn.